Het podium van Holland's Got Talent is wederom gevuld met nerveuze kandidaten die strijden om de overwinning. En de 14-jarige Alina, die een jaar geleden de oorlog uit Oekraïne ontvluchtte, is geen uitzondering. Alina kwam met haar gezin naar de studio. Ze heeft een passie voor dansen en de Oekraïense wil dat graag aan Nederland laten zien. Met haar dans vertelt ze een emotioneel verhaal over de stressvolle tijd die ze doormaakte nadat ze haar vaderland was ontvlucht. Samen met haar familie besloot Alina het land te ontvluchten. Ik kom uit Odessa en het was daar erg moeilijk. Wij zijn met de auto naar Nederland gekomen, omdat mijn opa Nederlander was. Alina's stiefgrootvader was getrouwd met haar grootmoeder, maar de relatie tussen de twee was goed. Ze is gewoon mijn nichtje, dat is alles, zei haar grootvader. Hoewel ze nu veilig zijn, draagt Alina nog steeds veel slechte herinneringen met zich mee. Ze zagen de raket voorbij vliegen. Ze hoorden de aanvallen, dus wat dat betreft waren ze veilig, zei de grootvader van Alina. Het had een grote impact op haar, ik kan het niet duidelijk uitleggen, maar ik was erg bang, net als mijn familie. Gelukkig vond Alina, eenmaal in Nederland, rust in het dansen. Haar opa vertelt trots, ik heb haar op een gegeven moment aangemeld voor danslessen in Maastricht. De realiteit is dat ze werk te doen heeft omdat ze er talent voor heeft. En gelijk bleek, want na haar optreden was de jury van Holland's Got Talent behoorlijk onder de indruk. Dan Carity zegt, je bent een prachtige danseres. Toen ze hoorde dat Alina de choreografie ook zelf had bedacht, konden de juryleden haar niet anders dan lovend prijzen. Dan, je bent geweldig. Ik hou van je optreden. Het is dus geen verrassing dat Alina de volgende ronde heeft gehaald. Hoe de competitie ook verloopt, Alina blijft altijd dansen. Als ik dans, voel ik me geweldig. Ik denk dat ik de rest van mijn leven zal blijven dansen, zei Alina met een glimlach op haar gezicht. Alina mỉm cười, khuôn mặt của mình.